In het zachte licht van de kaars zit ze alleen met haar verdriet. Haar man, haar liefde, haar alles is weggenomen door de ziekte die rondwaart in deze tijd van isolement en eenzaamheid. Ze denkt terug aan de tijd toen ze samen waren, hand in hand. Hoe ze lachen en huilen deelden en hoe ze elkaar altijd warm hielden. Maar nu is haar man weg en voelt ze zich zo alleen. Ze kijkt naar het kaarsje dat brandt. Het enige licht in haar duisternis. Het flakkerende vlammetje geeft haar een beetje troost in deze donkere dagen waarin zij alleen achterblijft. Ze hoopt dat de tijd zal genezen en dat ze op een dag weer kan lachen zonder dat het haar te veel pijn doet. Maar voor nu blijft ze hier zitten met haar kaarsje en haar verdriet. Hopen dat de morgen beter zal zijn en dat ze haar man weer zal zien.